NAC Breda moet voor de zesde keer in 4 jaar tijd op zoek naar een nieuwe trainer. Robert Maaskant werd gisteravond ontslagen. In de tijd dat hij trainer was, degradeerde NAC en de club kon de weg omhoog maar niet vinden. Maaskant moet blijven, scandeerden de supporters nog enkele dagen na de degradatie van NAC naar de Jupiler League. Zoals jullie weten heb ik, valt me erg zwaar wat er gebeurd is. Maar dit kan ik niet in de steek laten. Maaskant wilde NAC niet in de steek laten en met de club in 1 jaar weer terugkeren naar de Eredivisie. Maar dat blijkt moeilijker dan verwacht. Na 9 wedstrijden in de Jupiler League, waarvan er maar 3 gewonnen werden, laat NAC Maaskant nu wel in de steek. De trainer werd gisteravond ontslagen. Ook al omdat de spelersgroep het niet meer in hem ziet zitten. Zulke dingen gebeuren in het voetbal. De trainer weet ook hoe zoiets loopt. We hebben met hem persoonlijk gezeten, dus het is niet een mes die we in zijn rug steken. Ik sta hier dan om te vertegenwoordigen wat er leefde binnen de groep. En dat hebben we naar de Raad van Commissarissen overgebracht. Michael Dingsdag was dat, de aanvoerder van NAC. Ik praat hierover verder met verslaggever Job van der Zon. Job, we hoorden hem net praten over dat ze over Maaskant hebben gesproken met het NAC-bestuur. Wat hield die vertrouwensbreuk in? Ze vinden dat hij gefaald heeft, heel simpel, in disciplinair opzicht, in tactisch opzicht, in sportief opzicht. Het gaat gewoon niet zoals NAC wil, zoals de spelers het graag zouden willen. En dat is een bijzonder pijnlijke conclusie, vooral voor het bestuur. Je refereert er al aan, de vijfde trainer in 4 jaar tijd. En we zagen de euforie, hè? Nog geen 2 maanden geleden, toen Maaskant bijtekende in Breda. Het was de verlosser. Met Maaskant zou NAC naar de grote markt gaan. Nou, niks van dat alles. Weer moet het bestuur nu zeggen, met de kennis van nu hadden we toen wellicht toch anders gehandeld. Al met al zeer pijnlijk. Maar ze konden er niet onderuit. Het kon niet anders. Robert Maaskant moest de laan uit. Ja, het is een hele belangrijke stem die de spelers hebben. En als een belangrijk deel, een heel groot deel zelfs, bijna iedereen van de spelersgroep het vertrouwen opzegt in de trainer. Ja, dan kun je nauwelijks spreken van een werkbare situatie. Dus het heeft zeker een rol gespeeld, maar het is niet het enige. Dat was een stuk technisch-tactisch, maar dat had ook wel te maken met de roep om meer discipline. Uiteindelijk komt het er ook op neer. Voldoet de trainer aan de verwachtingen? En daarvan moet je ook constateren dat dat tot op heden niet het geval was. Wordt er al gesproken over, of misschien zelfs al wel met, een opvolger van Maaskant? Nou, over sowieso vanaf het moment dat Maaskant op straat gezet werd. Ze zijn bezig met een profielschets. Ze willen het ook direct gaan aftikken. Ze hopen binnen een week, 2 weken toch al een nieuwe trainer te kunnen presenteren. En vergeet niet dat Maaskant zowel trainer als technisch directeur was. Hij had een dubbelrol hier, hè? Maar ja, je merkte ook dat spelers klachten hadden over de trainer. Nou, dan ga je normaliter naar de technisch directeur. Maar ja, bij dat loket kom je bij hetzelfde poppetje uit. Dat willen ze dus voorkomen. Dus NAC is op zoek naar en een nieuwe trainer en een nieuwe technisch directeur. 2 verschillende mensen. Nou, voor de trainer zijn wat namen die al vallen. Marinus Dijkhuizen is eigenlijk de voornaamste naam die valt. Oud-trainer van Excelsior, onlangs nog in Engeland gewerkt. En ook de naam van Hans de Koning valt, de oud-trainer van FC Volendam. Ja, dan tot slot nog even Robert Maaskant zelf. Heeft die al gereageerd? Heel sumier, heel beperkt. In de WhatsApp met een collega heeft hij zijn teleurstelling geuit. Maar het is ook een realist. Hij weet ook hoe het hier gaat. Hij weet ook dat dit stadion hier een kerkhof voor trainers is. De vijfde trainer in 4 jaar tijd. Ja, Robert Maaskant, ja, die kan aansluiten in het rijtje. Job van der Zon, dankjewel.